En met Edwin Leijendekker, sinds 2005 werk jij bij Wielenmaker. Klopt. En je bent geboren en getogen Middelburger. Ja, helemaal. Waar ben je geboren? In de achter het Hofplein. Maar je hebt ook in de Tippakhuizenstraat nog gewoond. Dat vind ik wel bijzonder. Ben je de eerste die ik ontmoet die dat... Die daar nog was. Maar, dat was een bijzonder wijkje daar, hè? Ja, nou ja, ik kan het mij niet bewust herinneren. Nee. Wat voor oud ben jij? Ik ben van 67, ik ben nu 52. Ik heb wel wat met Middelburg, ja. Ik ben zelfs 4 weken terug verhuisd naar Middelburg vanuit Vlissingen. Oh ja? Was je weggegaan? Ja. Dat was een fout. Geëmigreerd, ja. Dit is van de Brooklyn of van Zanzibar? Zanzibar, ja. En Edwin, hoeveel adressen doe jij nou op zo'n ochtend? Want je bent vanochtend ben je weggereden om 7 uur. Ik denk dat we dan een kleine, 50, 60 hebben vanochtend. Dat is echt best wel veel, hè? Ja. Ja. Wat was dat dan? Een flesje. Dat gaf nog een flinke klap. Ik dacht dat er geschoten werd hier. Ja. Dit is een gevaarlijke stad, hè? Ja, Middelburg, hè? Moet ik nog meer zeggen. Dat valt wel mee, hoor. En, maar je hebt de gemeente die halen afval op, maar jullie doen dat als bedrijf, voor bedrijven vooral? Ja. Nooit ja. Voor particulieren, toch? Nee, zelden voor particulieren. Maar dit afval dat gaat bij jullie naar het terrein, naar die twee loodsen die ik achterin zag. En daar wordt het. Ja. En vanaf daar gaat het naar de verbrandingsplekken. Ja. Van daaruit gaat het naar een verbrandingsover, dat klopt. Even plaatsmaken voor de gemeente. Ja. Dat is hier best druk met scholieren in dit straatje. Ja, hier zo en dat zie je zo in de Schuifelstraatje ook. Dat is echt. Achter elkaar. Dus oppassen. Ja. Heb je dat nou vaak dat je zo op je collega's moet wachten? Of is dit nou puur toeval? Nee, dit is puur toeval. Ja, ik vind het echt. Het komt wel eens een keer voor, maar. Ja, ik ben natuurlijk nooit zo vroeg op pad, maar ik denk, we gaan overal wielenmakers. We nemen de stad over. Ja, nou, dat is een goede zaak, hè? Ja. Het is wel passende meter, hè? Want je collega moet die truck wel eventjes. Ja, moet echt. Die rijdt zo de wijnhandel in. Ja. Ja, zeker binnen staat overal lantaarntjes, bordjes en van alles aan de gevel. Dat is. Hop, spiegel er even in. Hoog op. Het gaat vaker dan, hè? Fanatiek ervoor, maar. Ik dacht met jullie dat met de handen je die netjes erover, maar kijk eens. Hij heeft een luxe. Jullie vrachtwagens en apparatuur is allemaal wel een stuk beter geworden de laatste jaren, ja, of niet? Ja. Jong wagenpark, er worden veel in geïnvesteerd. Je hebt er ook wel wat meer knopjes en dingen op zitten dan een standaard... Een personenauto, ja. Ja, dat klopt wel, ja. Dat zijn buitenboordcameraatjes. Ja. En dat daar links, is dat je registratiesysteem ofzo? Dat is de boordcomputer, het beeldscherm van de boordcomputer. Maar daar krijgen we de vervoersopdracht in, het doet ook de tijdsregistratie en
ja, die verzendt alle gegevens over het ledigen van de containers naar de planning. En vroeger hadden vrachtwagens ook zo, hoe heet het ook weer, tachoschijf? Tachograaf, die hebben we nog steeds zo. Ja? Alleen niet meer in een papieren vorm, maar in een digitale vorm. Maar dat is dan wat daarboven zit? Dat is met dat oranje schermpje, ja. Daar moet je je chauffeurspas invoeren en dan wordt daar je rijtijd op geregistreerd. Ook dat is allemaal gemoderniseerd. Ja, klopt. Bosje sleutels bij. En dat is nog maar van misschien 25% van de adressen. Van de adressen waar we een sleutel voor nodig hebben, ja. Heb je zo ergens tracteur op een bakje koffie? Of, Ja, ik weet niet waar we terecht kunnen. Doe je wel eens koffie? Wat zeg je? Doe je wel eens koffie? Ja. Nee, ik kom eigenlijk niet zo heel veel tekort. Dat moet ik ook toe heen. Ik denk dat het espresso bijvoorbeeld wel open is. Ik weet alleen niet waar je auto kwijt komt. Morgen! Ja, koffie is de eerste levensbehoefte, hè? Morgen! Waar zat dat espresso? Hier zo, in dat hoekje. Ja, ik denk dat die open is. Dat is ook ontbijt. Ja, maar ik durf hem hier neer te zetten. Ja, burgers ook. Dat doen we inderdaad. En dan doen we even een koffietje en opeens dacht ik bij de naam Leijendekker, was dat ook niet de naam van Koper & Co. En tot mijn grote verrassing zeg jij, dat is mijn opa. Dat is mijn opa, dat was je opa. Ja, dat was mijn opa, ja. Maar ja. Dat is natuurlijk een hele legendarische Middelburger. Ja. Maar wat zei je nou, jouw vader woonde in de Spanjaardstraat vroeger? Die is geboren in de Spanjaardstraat. Daarna zijn ze met dat gezin naar de Bellingstraat gegaan. En van daaruit weet ik het niet waar mijn vader naartoe is gegaan. En mijn opa die is volgens mij teruggegaan richting Rotterdam. Bakje koffie gekregen van Edwin, dus dat moet goed komen. Hey. tegen niemand zeggen, hè? Ja, plein 40 staan we nu, ja. Ik probeer naar de tamboer te komen, maar dat lukt me niet op deze manier. Ook, dan haal ik hem even naar achteren. Ja, dan steek jij daar gewoon naartoe. Komt helemaal goed. Ja, ik wil het overleggen, jongens. Keurig. Ik vind dat er zoveel gebeurt hier 's ochtends in die stad. Hey Kevin, hoe is het? Ja, goed. Ja, mooi man. Ja, met jou? Ja, ik ben van alles aan het leren. Ja, dat snap ik. En dan een warme bedrijf. Ja, zeker. Morgen. Toch weer een foto van? Ja, nee, weer een filmpje. Filmpje. En er zijn inderdaad nog wat meer adressen dan ik dacht. Ja, heel goed. En Kevin, daar sta je er toch. En vorige keer waren we, dat was ik op de zaak bij jullie. Dat was vorige week. Maar wat is, jij was mijn contactpersoon, maar wat is jouw functie bij Wielenmarken? Ik ben verkoopadviseur, dus in principe alles wat met afval en afzetwerk te maken heeft, dat komt bij mij terecht. Ja. Dus ook veel ondernemers uit de binnenstad, dus daar hebben we goed contact mee. En direct en indirect ook wel wat veel dingen betrokken, hè. Dus de afvalstromen en het kraanwerk, hè, zoals de oude bloemkiosk van Danny Rivera zijn. Ja, daar was ik er ook bij dat hij hem kwam halen. Ja, dat was ook nog al een klusje. Ja, dat klopt. Dus, nou, jullie doen echt veel meer dan alleen die containers, maar dat is wel het grootste deel van jullie werk, of niet? Afval gepaard met een stukje transport. Ja. Wij proberen van wielen maken toch zoveel mogelijk de lokale ondernemers te verdienen en daar maar. De lijntjes zijn kort en we kennen iedereen en we houden proberen zoveel mogelijk rekening te houden ook met de ondernemers in de stad. Hè. Dus dat werkt goed. En liever één wagen in de stad dan meer. Dus, bij de ene kan je weer niet tegen in, bij de andere moet je even draaien. Klopt, het is wat dat betreft wel een beetje flexibel zijn ook. Hè. Het keek je niet zo vrolijk hoor. Morgen. Maar Edwin, Desinfinado is voor nu een van de laatste adressen voor vanochtend. Ik heb hier nog een likkerpot. Oh, likkerpot nog. En dan ga je straks naar Veren. Dan ben je
daarna naar Vieren en dan kom ik weer terug naar, naar Middelburg en dan doe ik de rest wat buiten de promenade zit. En dan eindigen we Seroskerk, Grijpskerk en zo die kant. Nou, je komt je dagje wel door zo, hè? Gaan we lukken, hoor. Hey, maar dan ga ik nu afscheid van jou nemen. Ik heb een mooie indruk gehad. Ik dank je hartelijk voor ja, een soort rondleiding toch eigenlijk. En, ja, we spreken elkaar vast wel eens en we maken er een filmpje van. Is goed. En mocht je nou nog oude foto's hebben van Koper en Co, dan graag. Hey, dankjewel, Sven. Fijne dag nog, hè. Oké.